gewonnen bekerwedstrijd tegen Achilles 29 maakt NEC zich nu op voor een competitieduel tegen Jong FC Utrecht. Het was een bewogen wedstrijd tegen de Groesbekers, maar trainer Adrie Bogers vindt maar één ding belangrijk. Dat we een ronde verder zijn, want dat was uiteindelijk het doel in de beker om verder te komen. Dat is het allerbelangrijkste. In die wedstrijd zijn wel een aantal zaken gebeurd, maar we moeten daar misschien ook niet te ver in overdrijven. Over een mogelijke tegenstander heeft de trainer nog niet nagedacht, maar wel over de plek waar hij die wedstrijd wil spelen. Het mooiste zou zijn dat we in ieder geval thuis spelen, want dat vind ik wel een pre met het eigen publiek. Thuis zijn we gewoon behoorlijk sterk, dus dan blijft het uiteindelijk kijken tegen wie je loopt, maar een thuiswedstrijd zou prima zijn. Sven Lialberto moest met rood het veld verlaten. Die heb ik even met rust gelaten, dus daar ben ik gistermorgen met hem op teruggekomen. Zijn keuze om zo het duel in te gaan, ja, daar zal hij van moeten leren. Clubwatcher Jasper van Guithuizen van de Gelderlander heeft wel een vermoeden met welke elf de trainer zal beginnen vrijdag. Nou, ik denk sowieso dat Bogers met dezelfde elf gaat starten. Hij lijkt me vrij conservatief wat dat betreft. Hij schuift niet veel met spelers, bijvoorbeeld om ergens een plek op te vangen. Jansen komt nog steeds natuurlijk terug van een hele zware knieblessure. Hij heeft heel lang niet gevoetbald. Volgens mij is hij ongeveer een jaar geleden geblesseerd geraakt. En is nu pas de eerste 90 minuten in het eerste van NEC gemaakt. En dat dan tegen Achilles, wat natuurlijk niet de beste tegenstander is. Dus ik denk dat hij nog niet klaar voor is om 90 minuten een eerste divisie wedstrijd te spelen met hoge intensiteit. En ik denk dat Dijkstra ook tegen Volendam wel een betere wedstrijd heeft gespeeld. De tegenstander van NEC vrijdag is Jong FC Utrecht. Utrecht heeft gisteren natuurlijk voor de beker gespeeld en spelen zondag ook. Hebben behoorlijk wat blessures, dus dat is gewoon lastig inschatten met wie hun precies aan de aftrap komen. Wel duidelijk is de manier van spelen. Dat is een beetje gerelateerd aan hun eerste elftal, dus daar hebben we wel een behoorlijk beeld van. Vrijdag om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen, NEC Jong FC Utrecht.